In het begin van de avond gaf Mark Rutte ineens een persconferentie. De premier toonde ingehouden woede. Absoluut urgent is nu de snelle repatriatie van de Nederlandse slachtoffers. Zoals minister Timmermans na intensief overleg met de Oekraïnse autoriteiten zojuist heeft gemeld, zijn de eerste Nederlandse forensische experts onderweg naar het rampgebied. Het is nu zaak dat zij ter plekke hun werk kunnen doen, ongehinderd en met volledige toegang. President Poetin zei mij gisteren telefonisch volledige medewerking toe aan onbelemmerde toegang tot de crashsite. Ik heb naar aanleiding van de ontwikkelingen van vandaag en de beelden van vanochtend een schriftelijke boodschap aan de president overgebracht om zijn invloed opnieuw aan te wenden op de milities. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kwam vandaag met een mededeling ter zake. Ik ben nu net later voor deze persconferentie omdat ik net een zeer intens telefoongesprek heb gehad met de Russische president. Ik heb hem gezegd dat de kans verloopt om nu snel aan de wereld te laten zien dat het een menens is om te helpen. Hij moet nu de verantwoordelijkheid nemen richting de rebellen en Nederland en de wereld laten zien dat hij doet wat van hem wordt verwacht. Inderdaad zijn invloed aanwenden. Heeft u het idee dat de teams die op dit moment op weg zijn naar de rampsite ook werkelijk daar toegang gaan krijgen? Het probleem is dat er steeds verschillende berichten zijn. De OVJZ had toegang en toen niet en toen wel. En toen bleek de toegang zich te beperken tot bepaalde delen van de crashsite. We hebben de verschrikkelijke beelden gezien van de mensen die de site in de macht hebben. Waar zij tot en met het ophouden, de foto vandaag in een van de kranten van kinderspeelgoed. De beelden van kinderen die tekeningen zaten te maken aan boord van dat vliegtuig. Het is gewoon te vreselijk voor woorden. Ik wil gewoon dat we daar terecht kunnen. Dat we hebben de beste forensische experts in de wereld. Die zitten nu in Kiev. Die zijn er nu op weg ook naar het rampgebied. Ik weet het niet zeker. De reden dat ik net met de Russische president opnieuw het intense gesprek heb gevoerd, is dat ik heb gezegd, jij moet er nu alles aan doen. Jij bent degene, ik zou niet weten wie ik anders moet bellen. Hij heeft de meeste invloed. Het is daar 35 graden. Deze lichamen moeten nu geborgen worden. Dus ja, ik heb hoop dat het lukt en dat de mensen toegang kunnen krijgen. Het is goed dat dat nu ook is afgesproken, maar er is geen zekerheid. Wat heeft president Poetin toegezegd er nu? Ja, hij heeft mij opnieuw toegezegd alles te doen. Het gesprek was zeer intens en persoonlijk, omdat ik denk dat het hele land ten einde raad is op dit punt. Omdat wij de foto's zien en de beelden zien van de lichamen die daar deze vreselijke hitte nog niet geborgen zijn. Hubert Smeets, welkom. Ruslandkenner van NRC Handelsblad. Ja, Rutte is het zat, dat horen we ook, ingehouden woede. En besluit dus vandaag Poetin te bellen. Hoe werkt zoiets? En Poetin neemt de telefoon op. Gaat het zo eenvoudig? Ja. Dat denk ik wel. Maar dat gaat uiteraard via de diplomatieke kanalen. Maar voor de rest weet ik niet precies hoe dat technisch gaat. Maar wat mij wel opgevallen is dat Poetin een hele andere lezing heeft laten verspreiden via het Russisch persbureau RIA Novosti dan Rutte hier op die persconferentie te berden brengt. Nou, een detail, maar dat is wel een belangrijk detail. Rutte heeft het over een intens gesprek dat hij gevoerd heeft met Poetin. En daarmee zegt Rutte, ik heb hem echt de waarheid gezegd. Ik heb gezegd, je moet nu iets doen. In de Russische vertaling van RIA Novosti, dat is een semi-publieks persbureau, dus een soort van ANP, zeg maar, hebben ze een energiek gesprek gehad. Oh. En energiek in het Russisch betekent, daar komen we wel uit. We gaan het aanpakken. En daarna, in het hele verslag van RIA Novosti, komt niets van de kritiek van Rutte over. Er wordt geen sprake van welke vorm van kritiek van Nederlandse zijde richting de Russische autoriteiten dan ook. Dus ik heb het gevoel dat Poetin gewoon dezelfde manier doorgaat. Zich onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid. En misschien zelfs het ontkennen van zijn verantwoordelijkheid. Wat hij al vanaf donderdagavond deed. Toen hij zei, niet onze verantwoordelijkheid. Het gebeurde op het grondgebied van Oekraïne. Gaan wij niet over. Je moet bij Kiev zijn.